Hoe vond u het om hier te zijn vandaag bij de premier in het torentje? Hoe ik het vond om hier te zijn bij de premier in het torentje? Ik vond het echt een bijzondere ervaring. Het is een hele aardige, sympathieke meneer. Het is raar als je iemand niet kent en toch denkt ik ken hem wel. Maar het was echt een heel leuk gesprek. Echt geïnteresseerd. Hij had zich goed ingelezen van tevoren. Hij wist precies eigenlijk de vinger op de zere plek te leggen en goede vragen te stellen. Ik vond echt dat hij begreep waar we mee bezig waren. Dat is leuk. En welke onderwerpen heeft u aangesneden? Heeft u iets van de problemen die u ervaart in de praktijk met hem kunnen spreken? Wat heeft u zelf ingebracht in het gesprek? Ik heb vooral ingebracht dat we op een hele milieuvriendelijke manier dranken over de hele wereld kunnen transporteren. In onze fusten, in de Kikex, in de Unikex. Die zijn voor 81% circulair, dus dat gaat veel verder dan recyclebaarheid. Dat heb ik onder de aandacht gebracht. Daarnaast heb ik onder de aandacht gebracht dat het zonde is dat de horeca nog met stalen fusten loopt te slepen. Zonde van je rug, het kan allemaal veel lichter en milieuvriendelijker. Dat zijn de punten die ik heb aangekaart. En is er nog iets waarvan u zegt, daar kan dit volgend kabinet, of dit nieuwe kabinet moet ik zeggen, iets aan doen om het leven van MKB'ers in het algemeen wat makkelijker te maken? Ja, die onderwerpen zijn niet vanuit mij erg aan sprake gekomen. Ik denk wel dat we goed moeten kijken naar de arbeidsverhoudingen die we aanbieden bij medewerkers. Dat het niet altijd heel erg van deze tijd is. Als je wil besturen op een holocratisch organisatiemodel en je zegt van ik laat de vrije dagen in principe los, want iedereen moet het naar eigen vrijheid doen, dan ben je wettelijk toch nog verplicht dat allemaal in contracten te zetten. Dus er zit weinig speelruimte in modern denken en vaste regelgeving. En wat vindt u van het feit dat er nu voor de tweede keer een dag van ondernemen wordt georganiseerd om eigenlijk massaal met elkaar te zeggen MKB'er, dank u wel. Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Ondernemen zijn, dat zit in je genen, dat zit in je hart en in je nieren. En ja, dat is iets wat wel een dag waard is per jaar. Ik vind dat je als ondernemer een hoop te verstouwen krijgt. En als je in loondienst bent, dan ervaar je dat niet altijd zo. En ik vind dat als ondernemers eens een dag van de ondernemer hebben. En ook eens een keer bij stilgestaan wordt wat een ondernemer allemaal meemaakt. Vind ik een heel goed initiatief. Ja.